zijn hier bij LMO. Mijn eerste amateurclub in Rotterdam, waar het voor mij allemaal begonnen is. Een club wat 100 meter van het huis van mijn oma ligt. En ik denk een meter of 500 van het Feyenoordstadion. Dus voor mij wel een aparte plek. Ja, ik heb natuurlijk in mijn carrière voor heel veel clubs gespeeld. Heel veel mooie wedstrijden gespeeld. Veel prijzen gewonnen en heel veel mooie momenten beleefd. En, maar ja, als ik hier terug ben, dan denk ik terug aan de tijd waar het voor mij begonnen is. De vele mensen die de club helpen om elke zaterdag en door de week de trainingen en de wedstrijden goed te begeleiden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor de buurt natuurlijk om een club te hebben waar mensen kunnen samenkomen en kunnen sporten. En met elkaar kunnen zijn. Ik denk de rol die wij als voetballers hebben is denk ik groter en belangrijker dan vele voetballers denken. Dus wat dat betreft is het voor mij heel belangrijk om ook in te zetten voor de samenleving. En dat heb ik de laatste jaren van mijn carrière ben ik daar al mee begonnen. Het eerste project waar we ons sterk voor maakten, mijn vrouw en ik, was het geboortecentrum Sophia in Rotterdam. En toen we hoorden dat in Rotterdam het sterftecijfer onder pasgeborenen het hoogste was in heel Nederland. Ja, toen schrokken we wel even. En toen vonden wij gelijk van dat we daar iets aan moesten doen. Feyenoord doet ook heel veel in de samenleving. Verschillende projecten lopen in Rotterdam. We kunnen nu ook zeggen dat we samen de Van Bronckhorst Academy hebben neergezet in de Kuip. Waarbij kinderen met een leerachterstand in de laatste 2 jaar van de basisschool en de eerste 2 jaar van het voortgezet onderwijs één keer per week en dan 10 weken lang bijles krijgen. En ja, als je dan aan het eind van de 10 weken een moeder met een zoon ziet komen en die bedanken je dan dat ze de 10 weken lang in de academy mochten zijn, ja, dat is iets waarvoor je het doet.